Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Wouter Beidendijk en op een gegeven moment ben ik gaan optreden onder de artiestennaam Ramana. En dat is gekomen door eigenlijk door de verhalen van mijn grootvader, die vanaf de jaren 50 regelmatig naar India ging. Hij was een huisarts met allemaal hele bizarre hobby's, waaronder bonsaibomen, magic, meditatie. Hij had een guru in India, waar hij iedere zomer 6 weken naartoe ging, waar hij van leerde mediteren en yoga om zichzelf rustig te maken in zijn praktijk. Als kleine jongen vertelde hij mij verhalen van magiërs die hij gezien had, die bijvoorbeeld hun vingertopje eraf konden snijden en er zo weer op konden laten groeien voor zijn ogen. Of de Great Indian Rope Trick, waarbij een mand neergezet werd, een slap touw getoond werd, in de mand gegooid werd en op een fluitje gespeeld werd, waarbij het touw zo kaarsrecht overeind in het luchtledig kwam te staan. Vervolgens de assistent van de magier erin klom, verdween boven in de touw. Magier erachteraan met een mes tussen zijn tanden, verdween ook boven in de touw. Weer allemaal geschreeuw en gekrijs, vallen al die ledematen naar beneden. Komt de magier weer tevoorschijn, speelt op zijn fluit, laat de touw naar beneden dwarrelen, gooit die ledematen in die mand, speelt op zijn drummetje en hop, joh, komt weer het leven tevoorschijn. Dat soort verhalen vertelde mijn grootvader en daar werd ik helemaal door gefascineerd als kleine jongen. Het werd helemaal versterkt toen ik zijn bibliotheek erfde. Mijn grootmoeder, ze hertrouwd met een dame die niet geïnteresseerd was in zijn boekencollectie, zei neem het allemaal maar mee, begon dat te lezen. Toen raakte ik helemaal gefascineerd door mystiek en hindoe-occultisme, meesters uit het Verre Oosten. Mijn ouders gingen nooit echt ver met ons op reis. En toen op een gegeven moment gespaard voor een enkeltje naar Kathmandu, naar Nepal, ben ik naar Himalaya gevlogen, ben ik zo over land teruggereisd. Op zoek naar die mystiek, maar ik vond het eigenlijk niet. Op een gegeven moment heb ik een groothandel opgestart in Indiase decoratiematerialen en ging die verkopen. Een aantal keer terug naar India. Maar pas toen ik als antropoloog in Zuid-India ging wonen en een onderzoek ging doen naar immaterieel erfgoed, naar Kalaripayattu, een Indiase gevechtskunst, kwam ik echt in aanraking met die Indiase jadu, de Indiase magic. En ik kwam op een magieschool eigenlijk om mensen te interviewen, want ik wilde wat leuks doen naast mijn onderzoek, namelijk maken van een documentaire over Indiase magic. Toen zag ik daar dingen en toen dacht ik, ja, dit is het. En toen ben ik een half jaar in de leer gegaan, toen ben ik magician geworden. Dus even om de kwade geesten weg te jagen, mochten die er zijn. Kijk, op die magic school leerde ik allemaal sleight of hand magic en op een gegeven moment mentalisme. Binnenkort ga ik weer terug om met bekwame hypnose. Op een gegeven moment ontmoet ik ook jadugars. Jadugars, dat zijn rondreizende magiërs die van heel dichtbij wonderen laten zien. En een van die magiërs, Chand Pasha, die deelde met mij zijn allergrootste familiegeheim. Het geheim van de Nastaran, oftewel de nektrompet. Die geheimen die worden namelijk normaal gesproken alleen maar van vader op zoon, generatie op generatie doorgegeven. Dat wordt parampara genoemd, living tradition. En ik ben eigenlijk de eerste westeling die toegelaten is in hun wereld. Op dit moment zijn er nog maar 2 mensen op de wereld die het geheim van dit instrument kennen. Dat ben ik en de kleinzoon van Chand Pasha. Want Chand Pasha zelf is in november overleden. Kijk, dit instrument kan je niet op de gewone manier bespelen. Geen geluid. Net als ieder ander blaasinstrument, die is van binnen helemaal leeg. Zie je dat? Dit instrument kun je alleen maar bespelen met behulp van jadu, oftewel magic, zoals ze in India zeggen. Dank je wel. Kun je die muziek misschien aanzetten? Kijk, op een gegeven moment ontmoet ik ook een fakir. Fakirs zijn mensen die totale controle over hun zenuwstelsel hebben en ook een soort van zieners zijn. Ik had mensen ontmoet die zichzelf in een diepe trance konden brengen, al hun lichaamsopening met bijenwas afsloten en gedurende 2 weken 2 meter diep begraven lagen, voor de westerse wetenschap eigenlijk klinisch dood waren, maar toch weer levend tevoorschijn kwamen. Of mensen die in slow motion op blote voeten over 8 meter gloeiend hete kolen konden lopen. Zonder dat ze daarbij een fysiek letsel van ondervonden. De fakir Lal Nath uit de provincie Gujarat, die deelde met mij deze fakir klassieker.
Kijk allemaal even naar mijn tong en zie dat ik geen gaten, geen piercings heb, dat die helemaal puntgaven zijn. En hij geneest direct vanzelf. Geen bloed, geen grap, niets. Instant healing noemen ze dat in India. Tijdens mijn act heb ik ook af en toe mensen nodig op het podium. Dat is niet om grappen met je uit te gaan halen of zo, of om je voor lul te zetten. Eigenlijk alleen maar om dingen te checken en te controleren. Als het ware als de ogen van het publiek op te treden. Misschien zou jij even kunnen opstaan. Dames en heren, applaus voor deze dappere dame. Welkom. Je mag hier komen staan. Ik ook nog een handheld? Nee, nou ja. Zou jij aan iedereen kunnen vertellen wat ik hier in mijn hand heb? Wat zijn dit? Naalden. Zeg het hier maar in. Naalden, hele scherpe naalden. Naalden. Kan je ook even voelen en zien dat ze echt scherp zijn? Ja, zeker. Zou je de naalden even kunnen vasthouden? Zou je even in mijn mond kunnen kijken en kunnen zien dat mijn mond helemaal leeg is? Deze dame is zojuist bevestigd en gezien dat mijn mond helemaal leeg is. Ze mag weer rustig gaan zitten. Dankjewel. Naalden. 1, 2, 3. Kijk, een van de alleroudste magische effecten die door de Indiase jadugars eigenlijk, de rondreizende magers, vertoond worden, is dit effect. Een kruik en een medicinale planten. Het is namelijk zo dat ik op een gegeven moment een beetje bekend werd door te gaan leviteren op het Leidseplein onder andere. Dat werd allemaal voorpagina nieuws. Ik wilde allemaal reclamebureaus met mij in zee. Toen ben ik voor de verzekeringsmaatschappij RVS gaan werken. Ik 12 meter hoog met een parapluutje in mijn hand boven het spuit gezweven.
goed helemaal uitgedacht had in het begin, de eerste keer dat ik het deed. Op een gegeven moment liep ik helemaal zo schuin, dacht ik dat ik in een rolstoel zou moeten gaan zitten. En dat ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering moest nemen. Maar toen kwam ik gelukkig in Suriname terecht, waar ik daar moest optreden voor de Miss India verkiezing. Ik las een boek over een moeder met een kindje die een ongeneeslijke botziekte had, die bij een medicijnman terechtkwam, Pakke heette die, die botten kon genezen. Ik hoorde van vrienden daar ook dat Bogarde en Edgar Davids en zo daar ook heen gingen als die niet opgelost kon worden. Ik ben naar die man toegegaan om 1000 Surinaamse dollar te geven, dus 220 euro. Twee soorten olie gekregen uit de Amazone die hele rug genezen hebben. Ik kon eerst niet meer zo bewegen, nu kan ik weer helemaal zo naar de grond buigen. Maar daar zometeen meer over. Anders wat interessant is om te laten zien, want we hebben het hier vooral over Indiase magic vandaag. Ik heb ook een hele westerse magic traditie, maar ik vind zelf de India's wat interessanter omdat die alleen maar oraal doorgegeven wordt van vader of zoon. En een van de alleroudste effecten naast het effect met het water dat je net gezien hebt, is het volgende. Een klein draadje. Kijk, de India's maken je geloof als je heel veel geluk hebt in je leven of juist een beetje pech, dat je het helemaal aan jezelf te wijten hebt. Dat noemen ze de wet van actie en reactie, ook wel bekend als karma. Ze geloven ook dat als je aan het eind van je leven komt te overlijden, dat je dan niet in een urn of een nachtkastje of zo terecht komt, of in een kist onder de grond. Maar ze geloven dan eigenlijk dat je als ziel in een ander lichaam opnieuw geboren wordt en dat je eigenlijk op een of andere manier voor eeuwig door blijft leven. Op een gegeven moment leerde ik dat het naast het beheersen van de materiële, ik heb hier allemaal over geluisterd, naast het beheersen van de materiële wereld ook mogelijk is om controle te krijgen over de geest en om bijvoorbeeld gedachten te lezen, om de toekomst te voorspellen. Ik zou aan jou willen vragen om even op te staan. Wat is je naam? Laurie. Laurie. Zou je aan een getal kunnen denken tussen de 100 en de 1000, dus een driecijferig getal? Okay. Ja? Zeker wil weten dat je niet van gedachten verandert. Hier even opschrijven, zodat ik het eerst vraag heb, pak ik gewoon het mapje dicht. Ja? Mapje dicht? Ja. Oké, deze kunnen we gebruiken om te zien of je niet van gedachten veranderd bent zo meteen. Zou je nu aan het eerste getal van de drie cijfers kunnen denken die je net in gedachten genomen hebt? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik vond dat het eerste getal 1 was? Ja. Omdat de pupillen ietsje groter werden. Oké, nu moet je je voorstellen dat je een klein meisje bent en dat je het volledige driecijferige getal dat je net in gedachten genomen hebt op een schoolbord met een krijtje opschrijft. Een stukje papier in handen. Kijk of ze niet van gedachten veranderd is. Nee, 173. Maar eentje naast kan ik zitten, dankjewel. Kijk, ik heb hier op dit tafeltje, ik weet niet of je het allemaal kan zien, maar ik leg het even uit, vier voorwerpen meegenomen. Vier, ja, eigenlijk medicinale planten, of drie medicinale planten en een medicinale of een psychoactieve paddenstoel. Ik heb hier een extract staan van de blauwe lotus, een van de geheimen van de oude Egyptenaren, waarmee ze hun bewustzijn konden beïnvloeden. Je ziet ook op al die mummietisten op het derde oog van blauwe lotus geschilderd. En die werd ook geconsumeerd om in extase te raken. Ik heb hier een bekertje meegenomen uit Suriname, een Quasi Amara bekertje, Quasi Pita. Het is ontdekt door een Maron, een weggelopen slaaf die op zoek was naar medicijn tegen malaria. En het is zo dat ze in Suriname medicijnen dromen. Dat klinkt een beetje vreemd, maar als ze een medicijn voor iets nodig hebben waar ze nog geen medicijn van tegen hebben, dan vragen ze om een droom. Dan krijgen ze een visioen en dan krijgt ze quasi deze plant te zien. Hij ging hier een extract van maken. Je kan hier namelijk gewoon water in doen. Dat kun je opdrinken. Het is heel bitter en het zuivert je bloed.
zorgt ervoor dat malaria-parasieten zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. En dat de malaria-symptomen onderdrukt worden. Nu is het officieel geregistreerd medicijn in Genève bij de World Health Organization. Quasi Amara. Ik heb hier ook een Amanita muscaria paddenstoel meegenomen. Een replica daarvan. Amanita muscaria, de vliegenzwam of de fly agaric. De magische paddenstoel die ook in de kerstboom vaak gehangen wordt. Oorspronkelijk was het zo dat bij het Yulefeest de kerstboom helemaal volgehangen werd met Amanita's. En die werden op de 21ste december de winterwende geconsumeerd. De vikingen aten Amanita's om angstloos te worden en goed te kunnen vechten. En het is zelfs zo dat een boek geschreven is door de heer Allegro, een van de weinige personen die het spijkerschrift volledig beheerst en oude pleittabletten uit Sumeria vertaald heeft, waarin beschreven wordt dat het christendom eigenlijk voortgekomen is uit de paddenstoelencultus van Sumerië. Het is ook zo dat de hostie vroeger een Amanita was. Tegenwoordig is het gewoon een stukje aal. En ik heb hier een andere magische plant meegenomen, de enige levende plant hier. Dat is de peyote cactus, de Lophophoria williamsi. De plant van het hart. In de lokale taal, Nahuatl, betekent peyote, brilliant heart of shining heart. Het vat mescaline en worden ceremonies mee gedaan, waarmee je hart helemaal opent en je kristal helder wordt. Dus ik heb hier vier voorwerpen. Blauwe lotus, Quasi Amara, Amanita muscaria en een peyote cactus. En hier onder deze kaars heb ik een envelopje neergelegd. En jou de vraag om één van deze vier voorwerpen te noemen. De blauwe lotus, de Quasi Amara, de Amanita of de peyote. Peyote. Kijk, in dit envelopje zit een nog mysterieuzer envelopje. En in dit envelopje zit één enkel kaartje. Zou je even naar voren kunnen komen die even uit kunnen halen. En dan iedereen luid en duidelijk vertellen wat ik hier van tevoren heb opgeschreven. En daar staat op. Peyote cactus. Dankjewel. Mag je meenemen als souvenir? De peyote mag je ook meenemen. Oh, ja. Ik heb er nog een paar daar over staan gekomen. Bedankt. Speelkaarten meegenomen, iets dat magicians altijd gebruiken, maar wat veel mensen niet weten is dat speelkaarten eigenlijk een soort van kalender zijn. Je hebt namelijk 52 kaarten, 52 weken, 4 seizoenen, harten, ruiten, klaver, schoppen, 13 huizen, 13 zoons, oftewel 13 maanden in een jaar, licht en donker. Als je alle symbolen er één voor één zou uithalen, 365 stuks plus de joker, een schrikkeljaar, ga zo maar door. 4 seizoenen, misschien kun jij het ja, heel wel. Welkom. En jij daarachter? Kom maar mee. Je mag hier komen staan. Welkom. Dappere dame, applausje. En een dappere heer. Welkom. En jij mag hier komen staan. Dan mag jij dit pakje speelkaartje nog gesloten vasthouden, zodat iedereen het kan zien. Heeft u een goede verbeeldingskracht? Kunnen ze dingen goed voor de geest halen? Kun je je voorstellen dat dit een denkbeeldig pakje uitgewaarde speelkaarten zijn? Pak er één kaart uit. Kijk even naar. Kunt u ons vertellen wat voor getal er op die kaart zit staan? Een 3, welke 3? De harten 3. Kunt u de harten 3 omgekeerd terugstoppen in het denkbeeldig pakje? Dank u wel. Dit is de verbeelding. Waar de verbeelding en de realiteit bij elkaar komen, staat in onze wereld magic. U heeft net de harten 3 gezien, die heeft u omgekeerd teruggestopt. Deze heb jij van de hele tijd vastgehouden. Dus we hier met z'n allen kunnen zien dat al deze 52 kaarten met gezicht naar boven zien. Allemaal met gezicht naar boven, maar ergens zie je. Oh ja, er zit één enkele kaart omgekeerd in. Die heb ik net in een semi-hypnose trance ingestopt, zou je die eruit kunnen halen. Even kunnen kijken en vertellen aan iedereen wat elkaar zit. Dankjewel. Nu mag ik even zitten. Ik heb hier ook een voorspelling meegenomen en een boek, Het Verborgen Leven van de Plant. Het kwam uit de collectie van mijn grootvader, zijn handtekening staat erop in. Dit is een van die hobby's van mijn grootvader, mystiek. En in dit boek wordt allerlei verbijsterende ontdekkingen
beschreven, waarbij proeven gedaan zijn met planten. Als je net zoals op een mens hersengolven wil meten, een soort van synapsjes erop plakt die op een plant doet, dan geeft die een soort puls uit. En als je dan een stuk blad afbreekt, schiet die uit bijvoorbeeld. Maar het is nou ook zo, dat maakt het interessant, dat als je een kloontje van die plant afneemt, een stekje, dan laat je even groeien en dan krijg je wortels, die leg je 800 kilometer verderop. En dan doe je datzelfde meetinstrument erop. En je trekt van die moederplant een blad eraf, schiet die plant ook uit. Dus planten hebben eigenlijk een soort ook van verbinding die wij misschien niet helemaal begrijpen, maar die je wel kan meten. Kijk, er zijn nog veel meer dingen in dit boek die je zomaar kopen. Het verborgen leven van de plant. Even kijken. Jij mag even doorheen bladeren. Ik heb hier ook een voorspelling, die mag jij even komen vasthouden. En ik heb hier ook een van mijn ringen. Zou je die bladzijde, willekeurige bladzijde open kunnen slaan en het boek even hier neerbrengen? Klopt dat het een absoluut normaal Nederlands boek is? Ja. Ja? Dankjewel. Je mag ook even naar voren komen. Kijk, deze ring die leg ik hier op deze bladzijde neer. Die laat ik eerst van boven naar beneden. Dus van boven naar beneden over de bladzijde heen bewegen. Daarna laat ik hem van links naar rechts over de bladzijde heen bewegen. Je mag even achter mij langs lopen en dan naast haar gaan staan. Dus ik kom van boven naar beneden over de bladzijde heen bewegen. Mag jij met de voorspelling stop zeggen op een willekeurig moment? Ja? Als ik hem van boven naar beneden laat bewegen, die ring zegt op een willekeurig moment stop. Als ik hem van links naar rechts laat bewegen, zeg jij op een willekeurig moment. Is dat uit? Van boven naar beneden. Stop. Van links naar rechts. Stop. Zou jij even naar voren kunnen komen? Even de eerste zin van deze bladzijde voorlezen. Zong een genie. Harder. Zong een genie, schreef Timir Yazev, bracht een apparaat tot ontwikkeling. Etcetera. Even om te zien dat het gewoon normale Nederlandse zin zijn. Kun je dit willekeurige woord in het midden van de ring voorlezen? Stralingen, dat is een keuze van één uit zo'n 100.000 verschillende mogelijkheden. Zou jij mijn voorspelling kunnen openmaken en aan iedereen kunnen laten zien wat ik daarnet voor heb opgeschreven? Daar staan? Ja, wauw. Dankjewel. Helemaal mee als je het niet. Kijk, in de 19e eeuw, toen er nog niet zoveel entertainment zoals wij heden ten dagen hebben, zoals iPhones en bioscopen, was het wel zo dat mensen vreemde dingen wilden meemaken. Mensen wilden wonderen beleven eigenlijk. En toen kwam ook spiritisme heel erg in opkomst. Men ging glaasje draaien, seances houden, proberen contact te krijgen met datgene dat zich afspeelt tussen hemel en aarde. Men zocht daar bewijzen voor. Op een gegeven moment kreeg je toen Houdini, ontsnappingskunstenaar, goochelaar en een soort van ontmaskeraar van fraudeurs. En die ging al die mediums proberen te ontmaskeren. Wil je een kleine demonstratie geven hoe dat in die tijd naartoe ging? Ik wil niet zeggen dat het echt helemaal waar was. Waar is wat ik hier laat zien, maar ik wil alleen een demonstratie geven. Jij mag even komen opstaan. Mag je vriend naast je ook meenemen? Kom even hier. En jij met het rode vestje mag ook meekomen. Dan mogen jullie hier in een rijtje achter die tafel gaan staan. Ja. Concentreer op de kaars van. Oké, nu mag je elkaar handen vastpakken. Iets meer rondom de tafel gaan staan. Mag jij hier in het midden de vraag stellen of er in deze ruimte geesten aanwezig zijn? En als ze er zijn, of ze zich kenbaar kunnen maken met een teken? Ja. Zijn er in deze ruimte geesten? En als hier zijn, kunnen ze zich kenbaar maken met een teken? Dan mogen jullie je handen boven die tafel bewegen. Mag je nogmaals de vraag stellen: geesten maken kenbaar? Dankjewel, even een applaus voor deze man. Kijk, op een gegeven moment in mijn carrière werd ik gevraagd door een Nederlandse televisiezender, SBS 6, om mee te doen aan een soort van
talentenjacht voor mentalisten. Ik wilde daar eigenlijk helemaal niet aan meedoen, omdat ik dacht, ik heb mijn eigen ontwikkelingsproces. En ik vind het ook iets waar je geen wedstrijden kan doen. Dan kun je ook niet schilderen doen of zingen eigenlijk. Dat vind ik gewoon. Op een gegeven moment hebben ze me toch weten te overtuigen. En toen ben ik mee gaan doen, waar ik dacht, kan ik groeien als artiest? Kan ik een beetje ontwikkelen? Ik dacht, het is wel zonde als ik binnen één ronde uitga, maar ik ga het gewoon proberen. Op een gegeven moment ben ik dat gaan doen. Toen ben ik ook de winnaar van die show geworden. En die show die heette de nieuwe Uri Geller Show. Uri Geller is een meester charlatan uit Israël die de hele wereld betoverd heeft in de jaren 70 volgens mij. En beroemd werd met dessertlepeltjes en zijn telekinetische powers. En omdat ik die show gewonnen heb, vragen mensen altijd verder ook met die dessertlepeltjes. Ik heb eentje meegenomen. Concentreer op het lepeltje. Welkom bij mij om aan mijn Magic School les te nemen. Ik geef privé les aan mensen, maximaal 5 mensen of 3 mensen tegelijk. Het liefst 1 op 1, 1 op 2. Dan kan je zelf ook magician worden. Je moet even op mijn website kijken, ramana.nl. Daar staat ook mijn eventkalender op, waar je ziet waar ik allemaal shows heb. Ik ben op dit moment bijvoorbeeld bezig samen met Ben Baalwijk, de bandleider van het Amsterdamse Ballongezelschap. En al jarenlang de muzikale begeleider van Wally Tax geweest met een nieuwe show, die heet het Kosmisch Magisch Octaaf. Vrijdag weer een try-out die helemaal uitgekocht is. 7 oktober hebben we er weer eentje in het Pianola Museum. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, schrijf je in en maak een reservering. Ik wil nog één dingetje met jullie doen. En dat is iets dat te maken heeft met het maken van wensen. Ik wil dat jullie allemaal een wens in gedachten nemen. Iets dat je graag zou willen hebben. Dat je graag zou willen realiseren of zou willen meemaken. Onthoud dat een van de grote geheimen van het uitkomen van wensen is. Dat je ervoor zorgt dat je volledige bovenbewustzijn en je onderbewustzijn volledig overtuigd is van de uitkomst van die wens. Dus als jij bijvoorbeeld een Ferrari wil hebben, moet je niet denken aan het geld dat je wil hebben, maar moet je overtuigd zijn van de Ferrari. Het geld is te lange weg om het te bereiken. Concentreer je op je wens. En stel je voor in je geestes ook dat die wens hier, als het ware boven deze kaarsvlam, als een soort van filmprojectie, werkelijkheid wordt. En als je dat voor je ziet, dan laat je die wens gewoon los en laat je hem zo opstuiten naar de hemel. Jij mag me nog even helpen. Kijk, je kleedje hier met je ene hand vastpakken. Ik kan maar op het podium staan. Hier met je andere, gewoon losjes vasthouden. Goed doen. Concentreer op die kaars dan. En ja, kijk maar even onder. Dankjewel. Mag ik gaan zitten? Dankjewel voor de aandacht. Dankjewel. Mijn naam is Ramana en inderdaad kreeg ik Wouter Bijendijk. Maar ik draag een Indiase artiestennaam als een eerbetoon aan mijn masters in India, die ik in januari weer gezien. En als jullie nog geïnteresseerd zijn in medicinale en psychoactieve planten, heb ik daar een kleine stand waar ik ook veel over die planten kan vertellen. En ik heb hier en daar wat aangekaart, maar ik heb maar 20 minuten de tijd vandaag. Even hierbij blijven. Hartelijk dank voor je aandacht en tot de volgende keer.